Hallo, in dit korte filmpje wil ik iets uitleggen over de bronvermelding in verslagen. Verslagen die je straks moet maken voor je PWS, mini-PWS. En daar is in Word een handig trucje voor. Die bronvermelding moet gebeuren volgens de regels van de APA, American Psychologist Association. En dat is een manier, een methode, die ook op bijna alle hogescholen en universiteiten wordt gebruikt. Dus het is handig als je dat alvast aanleert en je daarmee vertrouwd raakt. In Word is daar een hele handige functie voor, waarmee je je bronnen netjes kunt bijhouden. En ik zeg er van tevoren bij, al deze zinnetjes zijn volledig verzonnen. Ik heb even een thema genomen. Stel dat je een verslag hebt over reuma en je hebt in verschillende bronnen wat gevonden. Dan kijk je bij bronnen beheren en ik heb ze hier al ingevoerd en ik zal ze even één voor één bespreken en laten zien. Ik ga even deze bekijken, de bovenste. Dat is een website. Informatie wordt van een website afgehaald. Er zijn twee auteurs. Je auteurs vermeld je op alfabetische volgorde van de achternaam, dus Akker voor Johnson. De naam van de webpagina is Rheumatoïde Arthritis. En de naam van de website is American College of Rheumatology. En het jaar, de maand en de dag waarop je die website hebt geraadpleegd, moet je vermelden. Want als er een update komt, is straks niet meer te herleiden dat je inderdaad die informatie van die website hebt gehaald. En dan zet je hier de volledige URL. Die koop je natuurlijk gewoon vanaf je browser. Je klikt op OK. Dat was dus een website. Ik heb hier een artikel en ik heb het al ingevuld omdat het type bij mij veel tijd kost. Wordt het filmpje onnodig lang. Het artikel is geschreven door een Ada Vries. Zo geef je dat aan. Ook het voorvoegsel bij de achternaam. Hè, ongebruikelijk in het Nederlands om het met hoofdletter te doen, maar hier wel. Dit is de titel van het artikel. Het is het Nederlands tijdschrift van voor geneeskunde, waaruit het gehaald is, het jaar 2015, het derde tijdschrift uit dat jaar. Stel dat het bijvoorbeeld een maandelijks tijdschrift is, dan is het maartnummer. En op welke bladzij dat artikel staat, er kan natuurlijk ook meerdere bladzijden zijn. Ik klik deze ook weer door en uiteindelijk komen we bij een boek terecht, door P uitgekookt. Voeding en reuma, die geeft het jaar van verschijnen op. Als het een herdruk is, is dat dus een later jaar, zou het kunnen zijn. Waar de uitgeverij zit in Groningen en wie de uitgever is, Keuning. Dus als je dat selecteert, zie je vanzelf die velden verschijnen en dan weet je wat je in moet vullen. Weer op OK. Dus ik heb hier al een lijst met bronnen die ik gebruikt heb voor mijn verslag. Ik sluit ze. Waar ga ik die bronverwijzingen nou noteren? Nou, dit eerste stukje heb ik gehaald uit een volgens mij een tijdschrift. Maakt niet zoveel uit, hè. Ik ga het citaat hier invoegen en dit kwam uit het stukje van de Vries. Ja, dus ik heb hier gelijk, ik klik hem aan en ik heb hier gelijk staan, compact, waar ik deze gegevens vandaan heb. Voor dit geldt hetzelfde. Ik voeg het citaat in en waar kwam dat vandaan? Nou, dat zal uit het boek van uitgekookt komen. Ook met het jaartal erbij, dit is de notatie die erachter komt. En dit had ik uit uit de website. Er komt er één auteur. In het jaartal. En heb ik dit al aan staan, maar ja, voor een buitenstaander die straks het verslag op papier leest, is dit natuurlijk veel te weinig om te herleiden waar je bronnen vandaan komen, wat je bronnen zijn. Dan ga je hier onderaan je verslag je bibliografie toevoegen. Huppatee, klik hierop. En een hartstikke idee, heb je in één keer al je vier staat, dat is mijn raadsel, ik heb mijn drie bronnen, jij weg. Ik heb hier dus keurig al mijn bronnen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt en succes met straks
alle verslagen die je moet maken. Doei!